De studio Lucie Wies van der Laan, zij is Europarlementariër voor D66, maar nog steeds nauw betrokken bij de nationale politiek. Mevrouw van der Laan, de verkiezingen zijn pas over een jaar. Al over een jaar. Is het mogelijk nog om het tij te keren, denkt u? Ja, zeker. En dat moet ook echt nu de grote uitdaging zijn. Hoe dan? Nou, kijk, D66 is natuurlijk de enige partij in Nederland die de individuele keus van mensen op hun eigen ontwikkeling, hun eigen leven in te richten, die dat voorop stelt. Dat is ook iets wat je ziet in de successen van de afgelopen jaren. Maar het is wel belangrijk dat wij dat veel duidelijker naar ons toe trekken en dat hij heel duidelijk uitlegt waar die verschillen zijn tussen de partijen en met name waar D66 dat verschil heeft een gemaakt. Een frisse presentatie ook. Bijvoorbeeld een frisse presentatie misschien ook. Een fris gezicht als lijsttrekker. Wat denkt u daarvan? Hebben een buitengewoon fris gezicht. U bent ook wel eens genoemd als fractievoorzitter. Nee, of fractievoorzitter in Den Haag als lijsttrekker. Nee, nou, we hebben een uitstekende lijsttrekker, Tom de Graaf. En ik denk ook dat hij het heel goed zal doen om in dat komende verkiezingsjaar de verschillen uit te leggen. Ik vind niet alleen dat hij het moet doen. Ik denk ook dat hij de steun van de hele partij erin zult hebben. En waren wat ideeën dat misschien Brinkhorst, die het toch aardig gedaan heeft met de hele MKZ-affaire, dat die het zou doen? Ja, ik denk dat hij dat ook zou kunnen. Maar we hebben een goede lijsttrekker. Ik weet ook dat Brinkhorst niet die ambitie heeft. Ja. Ik zelf ook niet. Dus ik denk dat Tom zal dat gewoon goed doen. U vindt dat de fractie, dat die vernieuwd, de Tweede Kamerfractie, dat die vernieuwd en verjongd moet worden? Ja, zeker. Ik denk dat als je een partij bent van vernieuwing, dat je dan ook ruimte moet scheppen in de Tweede Kamer om te zorgen, en zeker als je wat minder ruimte hebt, als we de peilingen mogen geloven, om te zorgen dat er wat ruimte is voor nieuwe gezichten. Ervaring is ook belangrijk. Ik noem een paar namen op en dan moet u maar zeggen of ze in de fractie moeten blijven. Tom de Graaf, dat heeft u al gezegd eigenlijk. Roger van Bokstel moet blijven. Jazeker. Ik ga er even snel, doorheen. Ursie Lambrechts, moet hij blijven? Francine Giskens, moet hij blijven? Uitstekende specialist. Bert Bakker moet ook blijven. Fantastisch. Boris Dietrich moet ook blijven. Vanzelfsprekend. Jan Hoekema. Gaat hij niet door. Volgens mij is dat ongeveer het lijstje wat u nu heeft genoemd. Dan zitten we al aan het maximum om genoeg ruimte te laten voor vernieuwing. Dus ik zou zeggen, met het lijstje dat u tot nu toe genoemd heeft, daarmee is het klaar. En de rest moet iets anders gaan doen? Dat zijn de meesten sowieso van plan. Wilt u op de lijst? Nee, zeker niet. Nee, ik zit natuurlijk nog maar 2 jaar in de politiek, in de Europese politiek. Ik heb een mandaat tot 2004, dus dat wil ik heel graag afmaken. En een van de leuke dingen van D66 is dat het hele Europese geluid, een Europese visie, dat is heel sterk vertegenwoordigd, met name ook door Tom de Graaf. Dus ik maak me geen zorgen over dat niet goed doorklinkt. U blijft nog even in het Europese. Zeker. U denkt wel mee veel in de partij. Er wordt nu achter de schermen, want iedereen zegt we moeten eerst nog de verkiezing afwachten, wordt er nagedacht over Paas 3 met de Partij van de Arbeid en de VVD. D66 komt erg verzwakt uit het Paarse avontuur. Vindt u dat D66, als de peilingen of de verkiezingen ook uitvalt, ongeveer zoals deze peilingen, dat D66 mee moet doen? Ja, daar gaan we dan natuurlijk niet over. Als PvdA en VVD samen meerderheid hebben, dan beslissen zij. Maar ik kan besluiten dat D66 erbij hoort. Vindt u dat D66 mee moet willen doen, zo verzwakt? Nou, kijk. Ze hebben altijd verantwoordelijkheid genomen. En daar betaal je ook een bepaalde rekening voor. Hè? Ja. Wat Els Borst nu probeert te doen in de gezondheidszorg, wat Laurens Jan heeft gedaan voor de landbouw. Dat is logisch dat je daar een deuk van oploopt. Maar vindt u dat D66 in zo'n constellatie mee zou moeten doen? In deze constellatie zou het niet nodig zijn. Maar zou moeten mee willen doen? Er is nog ontzettend veel te doen. En als de kiezers zeggen wij willen dat al die dingen nog bereikt worden, dan moeten we dat signaal vanuit de kiezers krijgen. Een andere mogelijkheid is misschien het kabinet Melkert, De Hoop Scheffer, GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA en D66 erbij. Nou, als je die drie partijen ziet, CDA, GroenLinks en PvdA, dan zie ik partijen die toch iets collectivistisch hebben, waarin individuen niet centraal staan. En ik vind eigenlijk niet dat D66 daar dan logischerwijze bij zou passen. Want het huidige Paarse kabinet is toch gericht op de ontplooiing van individuen. En daar passen wij veel beter bij. Niet met CDA? CDA heeft natuurlijk de laatste tijd, kijken een beetje naar de agenda van George Bush en van William Hague. En we gaan heel erg toe naar een soort conservatieve profilering. Dat zien we ook in het Europese parlement. En dat is niet iets waar ik mij thuis bij zou voelen. Ik heb nog een hele korte vraag over Europa. Want, dat zit u misschien dwars. We hebben eerst een proefballon uit Berlijn gehad. Kanselier Schröder die wil een echte Europese regering. Is iedereen heel opgewonden over Frankrijk en Engeland? Wordt er veel discussie over. Uit Den Haag horen wij niets en schijnt het niemand te interesseren. Ja, en het is zelfs erger dat niet alleen hebben Van Aartsen en Benschop daar geen visie over. Maar het wordt echt duidelijk gezegd van wij willen daar niet over praten. Geen vergezichten. Dat is zo'n ontzettend gemiste kans om mee te praten over de toekomst van Europa. En ik hoop dus ook dat Europa een echt thema wordt in de volgende verkiezingen. Dat Nederlanders dus ook kunnen meepraten over dat Europa. Want als MKZ iets duidelijk heeft gemaakt, is dat we moeten weten wie op welk moment op welke knoppen drukt. En echte democratie en duidelijkheid moeten we ook hebben in dat Europa. Ik dank u zeer. Graag gedaan.